Sprookjes Land. En lees ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, mijn hele oom? Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Ach, ach, lieve kinderen, noodlot heeft thans ons grote dierenbos getroffen. Een groot deel van onze dieren is ziek. Nogmaals, goedenavond. Ik val maar met de deur in huis. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. En wat dat nieuwe advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer. Achter de voordeur en in zaaltjes. Bij familiebijeenkomsten, op verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Het eerste noodgeval deed zich weldra voor. Hey, kijk nou, ja. Stoffel de schildpad. Hey, we moeten voorzichtig met hem doen dat hij niet schrikt, hè? Ja. Hallo, Stoffel. Verstaat gij mij? Wat doe je hier? Stoffel. Ik zou hem maar naar het hospitaal brengen. Hij is er volgens mij slecht aan toe. Nou, dat kan. De stoomwagen staat klaar. Alweer een noodgeval. Een paar minuten later, dankzij de stoomwagen, lag Stoffel de schildpad in het hospitaal vlak naast Mr. Marabou. En? Hoe is het met hem, dokje? Ja, hoe is het met hem, dok? Vrij redelijk, maar kom. We laten hem nu even met rust. En zo ging het werk met grote voortvarendheid door. Maar wat zijn dan precies de symptomen, de verschijnselen? Ja, weet ik veel. Gedoe in zijn schild. Nou, fijn, je kent het wel, hè. Gepiep, gejammer, gezucht enzovoort. Ja. En jouw dok is maar op zijn nagels bijten, omdat hij zich weer zenuwachtig maakt over Stoffel. En ga zo maar door. Ik word er helemaal van. Zuster Martha. Ja, dokje. Haal om te beginnen maar een potje vieze smaakzalf, hè. Tegen het nagelbijten. Zeker, dok. En wat Stoffel betreft, Hier is de vieze smaakzalf, dokter. Dankjewel. Wat Stoffel betreft, zeker... Op vrolijke dag. Gewoon leuk, op vrolijke. Misschien helpt kietelen wel. Zuster Martha, wilt u er zich even niet mee bemoeien? Ik moet nadenken. Nou, dat trek ik me wel schielijk terug in mijn kaartenbak. Tja, het is toch niet zo gek wat zuster Martha zei. Ik bedoel van dat opvrolijken, hè? En hoe vrolijken we Stoffel op? Nou ja, eventueel ben ik wel bereid om een feestneus op te zetten en me te verkleden als droeste clown. Ja, want dan schrikt hij misschien. Hopla, ik weet het, lachgas. Wat, gas? Nou, lachgas. Zuster Martha! Wat kan ik voor u wezen, dokter Meindert? Bestel onmiddellijk het voertuig van de gebroeders Bever, opdat wij het lachgastoestel naar Stoffel kunnen vervoeren. Zeker, dok. Ik snel al. Hoefje. Dat is de eerste keer, zeg. Dat wordt lachen, gieren, brullen. en vergeet de vieze smaakzalf niet, Roos. Een kwartiertje later, lieve kinderen, was het lachgastoestel door Willem Bever afgeleverd en op het gelaat van Stoffel de schildpad aangebracht. Nou, inderdaad, het gelach van Stoffel was door het ganse bos te vernemen. Nou, zo te horen is het gesjouw niet allemaal voor niks geweest. Die moppenmachine heeft wel geholpen. Ik heb Stoffel nog nooit zo hard horen... lachen? Tegelijkertijd vond er in ons hospitaal een afscheid plaats. In elk geval dank ik jullie voor alle zorg die jullie aan Woefdram hebben besteed. Dat geldt ook voor de gezusters Hamster. Dat heeft Martha Hamster gemaakt. Ja, zij is daar erg goed in. Zo, Woefdram, nu kunnen we gaan. Ik volg u op de voet, mevrouw, en ik sta geheel achter uw woorden die u zojuist hebt gesproken. Tegelijkertijd, lieve kijkbuiskinderen, was er intussen wel argwaan ontstaan. Hatsikidi, wat sta jij hier nou te doen in de kou?
Dat zie je toch? Ik sta te demonstreren. En denk je dat het zal helpen? Nou, als het niet helpt, dan heb ik toch mijn best gedaan. Ook in het praathuis werd er natuurlijk druk over deze zaak gesproken, lieve kinderen. Brrr, nou, een paar liever dan ik. Ik ben niet zo van demonstreren. Geef mij maar gewoon een lekker portie warme bukenoten, Tsiko. Wat Bor doet, dat is prima. Als je ergens tegen bent, dan moet je dat laten weten. We zijn er allemaal tegen. Zo, lieve kinderen, werd er dus een complot gesmeed in ons dierenbos. Zodra men zijn gaartje op is, ga ik een paar uur staan, hoor. Dan kan Bor zich een beetje warmen, hè. Jij bent echt een dier naar mijn hart, momfer. Dan ga ik met je mee. Dan ga ik ook mee. Maar waarom stappen we niet meteen op? Ik trap mijn sigaartje wel uit. Hartstikke idee. En hoe moet dat dan met mijn prik en mijn bukenoten? Neem maar wat je nodig hebt en schrijf het op een papiertje wat je hebt gehad, hè. Op hetzelfde moment was Bor de Wolf verwikkeld in een twistgesprek met Soef de Haas. Ik heb helemaal niks met je te maken. Als ik wil demonstreren, dan doe ik dat. Dit is mijn vrije dierenrecht. Haha, dat dacht je maar. Als boswachter kan ik je zo arresteren wegens het langdurig plattrappen van het gras. Soef, soef, artikel 32 van mijn wetboek. Om te demonstreren, we zullen ze wel leren. Die hoefdram en die ooievaar, ze zijn met ons nog lang niet klaar. Zo is dat. Heb je het gehoord, Soef? Nou, arresteer die andere dan ook maar meteen. Soef, soef, ik zal het allemaal verraaien aan Woefdram en juffrouw Ooievaar. Soef, lieve kinderen, koos eieren voor zijn geld en het hazenpad. Even later zat hij in het nieuwe huis van juffrouw Ooievaar en Woefdram. Soef, soef, ik vond het mijn plicht dit alles aan u te melden. Soef, soef. Heel ijverig van je, Soef. Dank u wel, mevrouw. Het enige is dat het me niet interesseert. Soef, soef, dat zal ik zo middel gaan vertellen. Zo, die zijn we kwijt. Ik haat deze manier van overbrieven. Dat zal alleen ik uitmaken, mijn beste Woefdram. Natuurlijk leg ik mij geheel bij uw wensen neder, hoogbenige, pardon, reizige majesteit. Maar mijn plannen zijn al klaar voor als u zegt. Lieve kijkbuiskinderen. Want in de fabeltjeskrant staat dat juffrouw Ooievaar zich er hoogst persoonlijk mee heeft bemoeid. Nou, en dan weten jullie het wel. Dan gebeurt er altijd wel iets dat het kijken waard is. Laten we dat dan maar gauw gaan doen. Kijk, dit heb ik allemaal nog over van oud en nieuw. Rotjes, donderbussen. En als het moet, heb ik ook nog 3 voetzoekers. Soef, soef, wat moet ik daarmee? Hiermee moet jij, als ik het zeg, te demonstreren opblazen, zodat er niets meer van overblijft. Soef, soef, waarom moet ik dat doen? Omdat ik door vuurwerk al een oog ben kwijtgeraakt en jij nog niet. Ik voel daar helemaal niets voor. Ook niet als jij daarna een nog mooiere pet krijgt. Met nog veel meer goud en versierselen. Tja, dat is natuurlijk wat anders. Denk er maar rustig over na. Het vuurwerk en de lucifers laat ik hier liggen. En vergeet vooral niet, mondje dicht. Tegelijkertijd werd er in het postkantoor van ome Gerrit de Duif over iets geheel anders gepraat. Nee, niet allemaal tegelijk alsjeblieft. Eén voor één. 1,5 meter afstand. Anders ga ik door het lint. Wie is er nou aan de beurt? Chico of Sasa? Pieter Pat, lieve kijkbuiskinderen, heeft ondanks de strenge keuringsmaatregelen van de gezondheidscommissie, en daar houdt hij zich stipt aan, zo schrijft de Fabeltjeskrant, besloten toch terug te komen naar ons grote dierenbos om het plan van de patatfrietinstelling doorgang te doen vinden. Jawel, en ik moet zeggen, kinderen, het is een goede beslissing. Piet Smikkelpaleis loopt als een tram. Isadora en Piet kunnen het 's avonds nauwelijks bijsloffen. En nog wat pieperen zoet graag. Soef, soef, en wat zandballetjes.
Dat heet geen zandballetjes. Het zijn nog geen balletjes. Het zijn gewoon platgetrapte rode pepers. Piet, peper en geest van zout voor juffrouw Ooievaar. En de heetste zandbal voor zoefde haas. Jurelie heetie. Het eten is thans lekker. Maar dat mens van paradijsvogel vind ik afschuwelijk. Het lijkt wel of ze ons weg wil hebben. Nou, dat klopt dan wel, want jullie zitten hier nou al een uur achter één portie patat, met allemaal babbels. Maar er zitten nog een heleboel dieren te wachten op een leeg tafeltje. Dat was ook zo, lieve kinderen, onder meer Ed en Willem Bever. Ja, maar waarom vind je dat nou niet gezellig om eens een keer uit te gaan? Waarom moeten we nou altijd thuis eten? Je hebt wel altijd prak, altijd hetzelfde en altijd een puddinkie toe. Dit is toch bij tijd en wijle veel leuker. In de eerste plaats kun je me horen rammelen van de honger. We zitten nou al een half uur op een leeg tafeltje te wachten. Je bent een gezellige broek hoor, om mij uit eten te nemen. Dat moet ik zeggen. En dat nog wel op je verjaardag. Dag, troelen. Jullie tafeltje is vrij hoor. Juffrouw Ooievaar en haar aanhang is eindelijk verdwenen. Joedelie, heet ie. Ja, fijn zo. Kom op, Willem. Zeg, hoorde ik zo tussen neus en lippen door dat er iemand jarig is? Hij zegt, je wat, je houdt je mond, hè? Nou, dat hoeft al niet meer hoor, schatje. Hartelijk gefeliciteerd, hè? Joedelie, heet ie. Ja, dankjewel. Maar ik vier het niet, begrijp je wel? Nou, dat zullen we nog wel eens even zien, hoor. Tja, lieve kinderen, hoewel Willem Bever het helemaal niet wilde, was hij even later toch het middelpunt van een vrolijk feest. Langzaam Willem leven in de gloria, in de gloria. In de glorie! Lieve kijkbuiskinderen, nou dat weet wat. Dat heeft al heel wat veranderingen teweeggebracht in ons bos. En ik kan me alleen maar één ding zeggen, als je nu in deze omstandigheden een huisfeest houdt, waar gewoon iedereen kan raden dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden, dan ben je een stel aso's. Ik zeg het gewoon keihard, ben je echt een stel aso's, doe dat nou niet. Maar ik lees het hier in onze fabeltjeskrant, zijn voetbalfans. Ik bedoel, zij houden erg van voetballen. Altijd met een werkplaats vol dieren te zitten, zoals gisteren. Dat is voor één keer leuk, maar het moet natuurlijk geen ingeroeste gewoonte worden. Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Maar ja, maar kan het niet schelen. Voor mijn part hangen jullie dat tv-apparaat ergens in het enge bos. Hoe kun je dat nou zeggen, Eduard? Het is toch ons toestel monumenteel? En zo kwam het dat het toestel na veel geharrewar naar het praathuis werd gebracht. Maar ik wil dit ding heel graag niet hebben. Ik kan me geen bal schelen. Met verontschuldigde eerbied, meneer Bor, maar het gaat niet om u. Het gaat om de andere dieren. Ja, zoals wij bijvoorbeeld. Precies net wat mijn broer zegt. Nou ja, zet dit ding naar me hier, hoor. Maar ik kijk toch niet, hoor. Ik wend mij heel graag af. Nou, Willem, je hebt dat gehoord. Pak een beet, dan zetten we het toestel in Rinzenhoek. Ja, had ik ook al gedacht. Dat is de meest overzichtelijke plek. En dus kreeg het praathuis er een tv-toestel bij. Nou, laten we hopen dat dit naar ieders zin zal zijn. Let maar op, vanavond kijken wij naar de uitwedstrijd, hè? En alweer had Willem gelijk, lieve kinderen. S'avonds zaten ze enthousiast te kijken naar het voetballen. Nee. Voor mij stond die man vies of zij. Die man stond gewoon op zijn. Die grensrechter, die weet er helemaal niks van. Hij schopte mij trap. Hey, pak hem, pas op. Die heb ik nog zelf gezien. Hij tikkelde hem. Je doet het altijd. Dat is een vrouw in Rokstijl. Go! Dat voetballen in mensenland, wat het ook zijn mogen, schijnt ook in ons dierenbos danig de aandacht te trekken. Het is heel dom, want hierbij krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op, ja, weet je. Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit en naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen, ja. Dat heeft al heel wat veranderingen teweeggebracht in ons bos. Allemaal dingen die wij voordien niet kenden. Ik bedoel, duistere dingen, zoals hebzucht, gierigheid en zelfs diefstal, jawel. Allemaal ondeugden, hè?
Want in de fabeltjeskrant staat dat juffrouw Ooievaars zich er hoogst persoonlijk mee heeft bemoeid. En plotseling bemoeit iedereen zich ermee. Ja, Willem, rustig. Nou, dat is nou juist wat ik bedoel. Het was erg leuk gisteravond al die mensen te zien hollen. Ja, er wou ik het nou niet over hebben. Niet? Tegelijkertijd... Ik heb helemaal niks met je te maken. Als ik wil demonstreren, dan doe ik dat. Dit is mijn vrije dierenrecht. Om te demonstreren, we zullen ze wel leren. Die hoefdram en die ooievaar, ze zijn met ons nog lang niet klaar. Zo is dat. We zullen ze wel leren. Die hoefdram en die ooievaar, ze zijn met ons nog lang niet klaar. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.